Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Het is quarantainedag. Dag 10. Geen flauw idee eigenlijk. We zijn net een uur en een half gaan wandelen. Goed gaan wandelen. We hebben 10.000 stappen gehaald. Woehoe! 550 calorieën verbrand. Dus we hebben heel goed doorgestapt. En we zijn ook langs Celine en Nick gegaan. En naar Noah gewuifd aan het raam. Dus dat hebben we gedaan. Ik zie Celine wel nog op het werk, maar bij Noah en Nick kom ik nu niet. Dus hadden we naar Noah gewuifd via het raam. Dat was kei schattig. En nu ga ik, we gaan theetjes drinken en ga ik proberen om havermout banaan koekjes te bakken. Ik wil eigenlijk, hoe noemt dat? Bananenbrood bakken, maar ik heb zo geen vorm voor cake. Dus ga ik koekjes maken, proberen. Fingers crossed dat dat lukt. Oké, ik ga dit recept volgen. Als jullie ook dit willen maken, screenshot dan dit even, dan hebben jullie ook het recept. En het enige eigenlijk wat erin zit zijn bananen, havermout, walnoten, kokos en honing. Dus kei gezond. En ik ga proberen om het ook te maken. Ik heb er zo'n M&M's paaseitje op gedaan. Wat dan mooi is. En cute. En wat smelt dat lekker. En ze zijn klaar. Yummy. Ik hoop dat het lekker gaat zijn, maar ze zijn nog warm. Dus ik ga ze wel even laten afkoelen. Maar ze lijken alleszins wel goed. We hebben net koekjes gegeten. En ze zijn echt wel lekker. Goed gekeurd. Yummy. En yes. Nu, zou je het gaan winnen? Zeker. Nu is Niels FIFA aan het spelen. En ik ga een vlog kijken. Ja. Ja. Dat is leuk, hè? Van Reese and London. Ja. Kent je die? Ondertussen bijna 7 uur. We gaan eten maken. En Niels is een kriek aan het inschenken in een wijnglas. That's how we roll. Oh, dat is weinig eigenlijk, hè? Dat is weinig, ja. Dank je. Nee, ik dacht ook dat er weinig. Want ik was nog maar aan het gieten. Mijn kolken is te weinig. Oh, dat is niet erg. Ik drink dat allemaal. We gaan zoete aardappelen maken in de oven. Met deze jalapeno Black Angus burger. Beef burger. En dan ga ik een slaatje erbij maken. Yummy! School baby, dank je. Ik heb maar weer te veel. Oh ja, hè? Hoe raar. Maar dat is niet erg, hè. Ready, de hamburgers, de frietjes en het slaatje. Yummy! Looking good, hè? Als een hele tactische speler is en dat hij daarom naar mij toe komt. En ik begrijp best dat hij met Ruud en mij in de finale wil staan. Maar... Goedemorgen, of ja, middag. Het is 11:30.
Maar normaal is het 10:30, maar de klok is verzet deze nacht. We zijn net wakker en Niels heeft ontbijtje gemaakt. Yummy. Milky wil het alweer. Ziet er lekker uit, baby. Ben je gebroed? Nee, ik ben hier pas. Vandaag is het minder mooi weer buiten. Het is heel grijs en het regent. Dus we gaan echt de hele dag chillen. Ik heb een beetje opgeruimd in de dressing, een wasje gedraaid en gewoon afgewassen en zo van die dingen. Niels heeft zich ondertussen gedoucht. Ah, zuive wetlook. Ah, dat is het. Moet echt zo. Want dat is hard. Ik dacht echt dat dat nat was. Is dat nu wel wetlook? Ja, maar. En momenteel ben ik kaartjes aan het sturen naar my loved ones bij Peepost. Amai, dat staat leuk. Bij Peepost kun je zo, zet als iets stiller, ja. Kun je zo kaartjes sturen, 10 gratis kaartjes, als je de code Love You gebruikt. Zo. Ik weet niet of jullie dat zien. Het is niet gesponsord. Oh, kijk, Milky. In de hoek van de video. Oh, garm. Die denkt, lijkt me niet uit. Het is niet gesponsord of zo, maar ik las dat ergens online en ik dacht, ah, dat is wel tof. Dus ik heb, als mensen deze vlog gaan zien, gaan die dat zien. Maar ik heb bijvoorbeeld naar mijn bompa ook een kaartje gestuurd. Die kijkt toch niet naar de vlog, want die heeft geen internet. En dan nog naar een paar mensen, familie van Niels, familie van mij en vrienden. Dus dat is wel tof dat dat kan. Dus daar ben ik mij momenteel mee aan het bezighouden. En ik had ook nog iets gevonden, maar dat heeft een volger mij doorgestuurd. Ik had daar een screenshot van gemaakt. Dat je ook gratis foto's ergens kunt aanvragen. Zo 10 gratis van die Polaroids kunt laten printen. Dus dat wil ik ook doen. Als ik het zelfs terugvind en ik het zelfs ga doen, dan zal ik het laten zien. Ik heb gevonden waar ik het kunt doen. Dit had een volgster mij doorgestuurd. En het is dus op smartphoto.nl. Dan kun je ze verbinden met je Instagram en al die toestanden. Ook niet gesponsord, maar ik dacht dat is wel leuk voor jullie ook. Allee, dat is wel iets leuks om momenteel te doen als je niks te doen hebt en een paar foto's af te printen. En het is gratis, dus dat is wel kei tof. Ik zie wel als je die code ingeeft dat je wel nog verzendkosten moet betalen, maar ja, de rest allemaal niet meer. Dus dat is toch wel tof, hè. Oké, ik heb mijn foto's besteld. Ik moest ondertussen nog €10,94 betalen omdat de verzending naar België was. Dus het is niet volledig gratis, maar de foto's zijn wel gratis, maar je moet de verzending dus wel nog helemaal betalen. En ik heb 25 zwart-wit foto's besteld. Allemaal van mij en Niels en de katjes. Dan kunnen we zo'n muur maken. Van een luifmuur, hè. Weet je? Hè, schatje? Yes. Hè? Is lief van mij, hè? Heel lief. Dit is trouwens de update van de havermoutkoekjes. Gisteren nog één. En dan zijn ze op. We zijn ondertussen blind getrouwd aan het kijken. En ik heb vorige week een bestelling gedaan bij May Beauty. En zo peel-off face masks besteld. Met Niels en ik nu helemaal into de maskertjes zijn. Hé, schatje. Ja. Niels moet meedoen met mij. Maar ik heb het al... Ja, dat is het. Ik heb verplicht mee te doen. Dat is verplicht. Ik heb deze al vaker zien voorbij komen. En het ziet er echt heel tof uit. Want dat is zo echt peel-off. En dat haalt ze al hun mee-etertjes en zo weg. Ik ben kei benieuwd. Ik heb wel redelijk veel mee-eters op mijn neus. Jij niet zoveel. Valt het goed mee. Dus ik ben benieuwd, hè. Zo zien ze eruit. Zitten er zo 4 in een pak. En dit is het borsteltje. Komt er dus ook bij. Ik ga dat eruit halen. En super leuk dat dat met een borsteltje is. Kijk er al naar uit om dat te doen op je gezicht. Mag ik eerst je gezicht in? Ja, is goed. Ja? Oké. Okay. De maskertjes zijn trouwens ook vegan en niet op dieren getest. Dus dat vind ik wel heel belangrijk voor ik dat op mijn eigen gezicht ga gebruiken.
Sitting on my own, singing alone, dancing in the middle. Guess it's my jungle, jungle. And I'm wondering again, what is dreaming my brain in this happy city, happy city. Oh ja. Verschiet echt. Zet erop, hè. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat is wel zacht, hè. Wat is zacht? Een borstelje. Ik heb het borstelje uitgewassen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het laten drogen. 30 tot 45 minuten. Dan kunnen we het eraf trekken. Oké, we denken dat het eraf kan, hè. Allee, jij denkt dat. En? Ja, half. Bij mij precies nog niet helemaal, maar mij. Maar ik ben vroeger begonnen, hè. Ja. Oei, oei. Want hier is nog nat bij mij, denk ik. Ik ga nog even wachten. Heb ze? Oh ja. En had je mee eters? Heb je dat al samengevoegd? Wacht. Laat die eens zien. Oh, kei veel mee-eters. Eeuw. Wat? Aan de andere kant. Ah, ik zag het net. Nee, daar op de hoek, ja. Ja, je maakt het plat met de vingers. Hier, al die witte puntjes. Serieus? Ja. Voor mij. Dat kan niet, hè. Jawel. Woehoe, en daar ook, denk je? Denk het niet, daar. Nee. Ja, als je zo kijkt wel, dan zie je poriën. Ziet je het? Ja. En haartjes een klein beetje, van tussen je wenkbrauwen. Hopsa, dat is goed. Even leren, nou. Hopsa, dan zou ik weer weg. Ik ga nog even wachten, denk ik. Eraf, ja. Of ja, ik weet niet. Het is zo. De ringbaard. En hier al. Plekken. Ja. Ai, ai. Maar ik moet zeggen dat mijn huid, waar het masker is geweest, wel heel zacht voelt. En ik had ook wel goed veel mee-eters aan mijn neus die er vanaf kwamen. Oké, masker is er helemaal af. Nou, ik moet zeggen, het feels good. Het voelt heel zacht. En ja, er kwamen gewoon best wel veel mee-eters uit. Vooral van aan mijn neus en hier ook wel een beetje. Dus, good clean. En ik heb ook een kortingscode hiervoor. Ik zal ze hier op het scherm zetten. Dus als jullie zelf in deze quarantaineperiode graag maskertjes willen uittesten, willen proberen en jullie blackheads willen verwijderen, dan zijn deze ideaal. Wij gaan nog een beetje chillen in de zetel, blind getrouwd verder kijken. Chips eten. Het is weekend voor Riza, mannen. En vanaf morgen zijn we terug heel de week healthy. Dat zou wel lekker zijn. Sticks. Die zijn veranderd. Nu zijn ze vernieuwd, ja. Hmm. Ik wist dat niet. Dat wist ik ook niet. Ja, dat is al jaren geleden dat ik nog van die sticks heb gegeten. Maar vroeger waren dat zo hele korte, kleine, harde. Mama eet dat graag, sticks. Lekker. Heel lekker. Ja? Nadien, deze zijn voor u. Hè? Altijd sticks. Wat denk aan u? Die zal wel slecht gezind zijn dat die zijn veranderd. Ah, oei, ja, misschien wel. En misschien bestaan die al ook nog. Die vond die kleine harde de beste. Zoals ik frietje die pakte nog altijd die kleine. Ja, die knapjes. Boah. Ik wil altijd de lekkere, dikke frieten hebben. Jij hebt ook liever knapjes, hè? Tussenin. Tussenin. Oké. Okay. Genoeg over frieten en sticks. Ik ga de vlog hier afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Ook allemaal goed in de kot blijven. Binnen blijven en gezond blijven. Was uw handen. En dan zien wij jullie snel weer.